Een nieuwe week, een nieuwe e-sports nieuws. Vandaag gaan we het hebben over YouPorn, die ook nog eens van andere competities wordt geband. Ja, ik weet het, meteen met de deur in huis vallen. Het transferseizoen bij League of Legends is begonnen en we hebben wat nieuws vanuit StarCraft. En man, wat was het een rustige week in de wondere wereld van e-sport, want er wordt niet ge-e-sport. Nou ja, weinig in ieder geval. Wat er wel aan de hand is, is dat er heel veel transfers zijn geweest. Ja, leuke transfernieuwtjes, ditjes, datjes, weetjes. Precies. En zullen we meteen beginnen met onze favoriete League of Legends speler die een nieuw team gevonden heeft? Ja. Ik heb het natuurlijk over Forgiven, onze iedereen's favoriete Griek. En hij is het nou bij Origin. Is hij opgepikt? Ja, hij is opgepikt. Transfervrij, neem ik aan. Ja, dat hoop ik wel. Hij heeft heel veel betaald om het te mogen spelen, denk ik. Het was zo erg dat meteen twee andere mensen uit het team hebben gezegd, nou ja, dan gaan wij uit Origin. Echt? Ja. Ik weet niet of het met hem te maken heeft. Nou. Maar hun zijn in ieder geval opgestapt. Ja. Hun zijn naar G2 gegaan. Ze hadden een video, weet je, G2 was degene die bij League of Legends bij het toernooi had gezegd van hey, we waren op vakantie geweest. Ja, en, ja. Ze hebben nou een video gemaakt, hashtag vacation is over. En daar hebben ze hun twee nieuwe spelers, Sven en Mithy. Oké, okay. Maar hij is wel leuk, beetje zelfspot. Beetje zelfspot. Ja, dat weet ik wel. Ik vraag me alleen af of Sven, die speelde eerst onder de naam Niels. Die heet Niels en dan verandert hij naar Sven. Ja, dat is internationaler, is Nordics. Echt heel vreselijk. Ja. Hij was in de eerste twee splits geleden was heel erg goed. De vorige split viel hij vies tegen. En we gaan kijken of hij deze keer bij G2 wel daar kan maken. Nee, je kan altijd een off-day, een off-periode hebben. Ja, oké, maar hij was echt, er was niks meer eigenlijk van over van wat er de eerste periode liet zien. Dus dat was wel jammer. Oké. Okay. Maar goed, we gaan het meemaken. Ja, en Forgiven en Hybrid trouwens, die gaan samen dus naar Origin toe. Ja. We gaan benieuwd. Leuk. Ja. Maar komen er ook nou vaak nieuwe spelers bij? Of is het nou een beetje dezelfde pool waar al die teams uit... Nee, er komen wel iedere keer nieuwe spelers bij. Alleen dit waren degenen waarvan ik dacht van, hey, dit is wel precies. De meest nieuwswaardige, zeg maar. Ja, precies. In Amerika is Team Altec, die is om er even te noemen, is doorgebroken door de Challenger Series. Die hebben Diamond Procs opgepikt. Die wilde vorig jaar bij de Unicorns of Wolves spelen, had visum issues, moest terug naar Rusland. En nu speelt hij in Amerika. Oké. Okay. Dus, maar die hebben een heel nieuw challenger team met, volgens mij hebben ze 10 man in hun line-up staan ondertussen. Heftig. Zo gaan we het zien. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Goed, Peter, ik wil het eigenlijk met jou over iets anders hebben. YouPorn. Nou, oké. Ik moest net heel erg om jou lachen, want je deed net de intro. Ga ik, bam, YouPorn. Ja, nou, dus iedereen hangt aan je lippen, dus laat het maar wachten. Nee, wacht maar. Ja? Oh, doe even het laatst. Cliffhanger. Ja. Gaat straks over YouPorn. Ja, eerst gaan we een ellenlange discussie voeren over StarCraft. Ja. Want eigenlijk een beetje, ja, de scene die is eigenlijk een beetje aan het krimpen. Ja. Het wordt niet meer zo groot. Grote toernooien zoals DreamHack die zeggen van, hey, we willen graag, weet je, we zetten StarCraft, doen we niet meer. Of, ze houden er een beetje mee op. Ja. En eigenlijk, Blizzard heeft dus aangegeven dat ze gaan zeggen van, hey, we willen meer geld gaan pompen. Er zijn bepaalde tools bijgekomen. Dus Blizzard geeft het niet op? Nee, geeft het sowieso niet op. Nee. Je wil er iets meer uit gaan halen. Maar ja, mensen zetten vaak, ik krijg nu vaak te horen van, oh, volg je nog StarCraft? Want dat is eigenlijk een doodgaande e-sport. Ja. Wat denk jij? Is het zijn teams, of in ieder geval zo'n e-sport, zou het in één keer zo'n tak in één keer kunnen uitsterven? Ja. En hoe, want Blizzard blijft er geld in pompen natuurlijk, want daar draait het. Ja, maar over geld pompen, daar kunnen we wel eventjes wat over vertellen. Ik kan je een aantal voorbeelden geven. Rainbow Six Siege wordt heel veel geld in gepompt. Evolve is heel veel geld in gepompt. Onlangs hebben we natuurlijk... Je hebt natuurlijk Call of Duty in Europa natuurlijk, wordt ook heel veel geld in gepompt. En dat zijn e-sports die niet... Je kan een e-sports game gewoon niet vormen. Ik bedoel, de grootste e-sports games, daarvan is Counter-Strike er één. Ik bedoel... Ja. Die hebben wel budget, maar die hebben niet dat ze enorme marketing erin pompen van oh, maak dit groot. Dat doen ze pas omdat het nu groot is. Ja, snap je? Het is andersom gegaan. Ze hebben het niet op die manier gepusht. En weet je, de heel grappige aan de e-sports community vind ik heel erg. Het is een heel erg eigenwijze en wij bepalen wel welke game groot wordt, community. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, in zekere zin wel natuurlijk. Een game moet gespeeld worden voordat mensen er... voor de mensen Counter-Strike bijvoorbeeld al zo oud is en zo lang door zoveel mensen gespeeld wordt. Ja. En League of Legends natuurlijk, free-to-play, dat helpt. Nou ja, League of Legends is weer afgeleid van Dota, wat afgeleid is van Warcraft. Het is allemaal terug te leiden naar één map in Warcraft 3, zeg maar. Ja. Dus in technisch gezien is het ook wel iets wat je mensen al vrij lang speelt, in ieder geval dit soort format. Ja. Maar bij StarCraft, ja, ik ben benieuwd. Ik zou het heel erg zonde vinden om het waarom? Te het is toch verdwijnen. Niet erg? Dat is soms, ik bedoel, nu is Rocket League is nu de nieuwe kid aan de blok. Ja. Dat hadden de makers van Rocket League echt een plan voor, hoor, van tevoren. Dat ze dachten, oh, dat gaat er ook voor een e-sport. Nou ja, je hoeft er natuurlijk, maar zoiets, er zijn geen pijlen op vast te trekken. Nee, je moet het in de smaak
contract vallen bij... En nu hebben we natuurlijk mensen. Ook lyrische mensen over Overwatch. Ja, het moet nog maar wel gebeuren, weet je. Je kan wel heel veel willen. Ja, daar heb ik ook met mijn volgende item mee gaan beginnen met Overwatch. Van, hey, hoe... ik verwacht eigenlijk hetzelfde wat het is weer Blizzard, hè. Dus ik verwacht eigenlijk dat het ook heel erg groot gaat worden. Ja. Maar als je ook kijkt naar Heroes of the Storm... dat is wel een flinke competitie en zo, maar die is nog steeds, het wil niet helemaal... Ook dat kun je dus niet sturen. Komen. Want nee, dat wilden ze wel. Ze hadden Heroes of the Storm gewoon gemaakt als concurrent. Dit is e-sports, dit ademt e-sports, zeg maar. Ja. Maar bijvoorbeeld een Hearthstone, om maar even bij Blizzard te blijven, die doet het weer hartstikke goed. Ja. Die zit op elke grote major, zie je wel een Hearthstone toernooi. Ja, vind je dit, ja, je kijkt heel erg alsof je dit vervelend vindt, dat het niet te sturen is. Ik vind het raar, zeg maar, dat sommige, of niet van die, inderdaad, dat, ik denk dat het vooral dat het is. Ik mis de controle bij mezelf, van waarom lukt het niet omdat dit dan groot wordt en dit niet? Ja, goede vraag. Ja. Ik weet het niet. In Rainbow Six Siege vind ik heel erg een e-sports game. Zo, en hoe? Echt enorm. Het ziet er vet uit, het heeft alle elementen, maar het, toch... Het heeft ook heel veel geld ook, vanuit Ubisoft, maar toch breekt dat ook niet door. En dan een Rocket League heeft nul budget qua e-sports doorbraak en bam, het is er. Het is een heel makkelijk spelletje in dat opzicht. Hè? Er zijn geen uitgebreide kits, geen karakters, geen wapens. Nee, maar voor elke Rocket League kan ik nog 20 games bedenken die ook simpel zijn en simpel 1-op-1 te spelen. En die redden het weer niet. Nee, ik snap ook niet waarom FIFA nog relatief niet zo groot is in de e-sport. Het is er wel, maar niet zoals de grote 3, zeg maar. De grote 5. Ja, maar dat waarschijnlijk omdat het een console game is. Dat denk ik. Alle topgames worden nu toe gespeeld op de PC. Ja, nou ja, dan gaan we kijken wat Overwatch gaat doen. Maar ik kan zeggen, vooral wij zitten hier achter om na te denken. Laat ook zelf weten wat je vindt in de reacties. Ja, goed. Hebben jullie vertrouwen in Overwatch ook trouwens bijvoorbeeld? Ja. Review komt eraan, mooi. Ik vind hem heel erg vet. Ja. Ik kan toch spelen. Wel voor de PC. Als wordt het niks. YouPorn, Peter. YouPorn, ja! Zeker! Vaak. Inderdaad. Heel vaak. Ja, af en toe. Ik volg ze ook op de voet. Ja. Het e-sports team dan meestal. Ja. waar ik het over wil hebben is dat Capcom, Street Fighter inderdaad, ja. Die hebben gezegd van, wij bannen alle 18-plus reclames van onze competitiedeelnemers, zeg maar, die mogen dat niet doen. Nee. Dus dan zeggen ze, sigaretten, drank, dat mag allemaal niet, maar geen enkel team heeft sigaretten of drank als sponsor. Er is maar één team met een 18-plus sponsor en dat is Team YouPorn. Ja, uiteraard. Ja. Dus eigenlijk, nu gaan ze dus overal geband worden. Het is een logisch vervolg en eigenlijk verwacht ik wel inderdaad binnen nu een aantal... maanden dat ze binnen elke competitie dat ze zeggen van maar Team YouPorn mag niet... Ik weet wel waarom het komt. Ik snap het wel. Nee, ja. Ik snap het, laat ik zo zeggen. Jij wilt natuurlijk niet, er zijn ook mensen die competitie zijn toegankelijk van 14, voor 12-jarigen kunnen ook CSGO gaan kijken. Maar die kijken ook allemaal YouPorn. 12-jarigen? Nou, 12 misschien niet, maar 14 zeker. En ik bedoel, hallo, dat is misschien niet persoonlijk, maar ik was 8. Zo. Hey, strippoker. Strippoker. Dat was in mijn tijd, hè. Dat was 8,5. Maar, nee, maar serieus, ik snap het. Het is denk ik vooral de gang die gemaakt wordt richting tv. En dat ze zich daar heel erg op voor willen bereiden. Kijk, ja, maar weet je, bij voetbal heb je ook een Toto als sponsor. Ja, maar dat is geen porno. Nee, maar dat is ook gokken. Ja. Dat is toch bijna vind ik veel erger. Mensen die helemaal fiet raken, dat heb ik liever dan de mensen die een beetje... YouPorn kijken. Ja, misschien wel. Maar het is toch de uitstraling die men wil hebben. Kijk, e-sports wil heel graag serieus genomen worden door de wereld. Ik vraag me altijd af waarom zij het willen. Want je hebt al een hartstikke leuke grote groep die naar je kijkt. Dus waarom zou je het willen? Maar goed, dat willen ze graag. En ik denk dat dat een van de redenen is dat men zo angstig is voor alles wat normale, oudere mensen die normaal tv kijken niet zouden waarderen. Afschrikt. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zei ook al, ik vind het niet raar. Dat ze geband worden. Ik ben heel erg benieuwd wat Team YouPorn nu gaat doen. Ik denk eigenlijk dat ze niet meer zo heel lang een e-sports organisatie hebben. Ik denk dat zij heel makkelijk een andere sponsor vinden. Team YouPorn? Ja. Maar denk ik, serieus. Qua speler zelf bedoel je? Of, gewoon dat het team gewoon helemaal overgenomen wordt door weet ik veel. Dat is misschien een idee voor Team YouPorn, noem hem Team No Porn. Ja, weet je, dat het helemaal niet over porno gaat. Dat is... Anti-porn. Of YouPorn, luister, het marketingteam even laten gaan. Wij hebben een idee, maak er Team No Porn van. Team No Porn. Had jij dat idee ook al? Ja, nou toevallig. Ik claim even dat jouw idee mijn idee wordt. Zo ben ik. Maar ideaal. Hè? Ja, goed, iedereen, je mag overal meedoen, iedereen weet toch wie je bent, maar je maakt er geen reclame voor. Ik zou het doen. Briljant. Leuk nieuws deze week, ondanks dat er niet gespeeld is. Want is er volgende week nog iets wat we in de gaten moeten houden? De League of Legends gaat weer beginnen in de regio Azië, in Oceanië, Australië en zo, daar zijn ze mee bezig. Dus ik ga dat nu wel een beetje in de gaten houden. Nou, leuk. En ik wil ook nog even kwijt dat Schalke 04 toch heeft aangekondigd dat ze geen CSGO-team willen nemen.
Waarom niet? Ja, omdat ze niet binnen hun visie vinden passen. Oké, okay. Te gewelddadig of zo. Te gewelddadig, ja. Ja. Terwijl in League of Legends, nou ja, als ik denk van, ja, hè, om nou iemand met een steen te gooien of zo, vind ik ook redelijk gewelddadig. Ja, ja, maar is anders. Ja, ik begrijp het wel, het is ook anders. Het is wat minder echt schieten. Precies. Ja, of dat je daar bij de hooligans, ja, bij Charlton 4, ja, ik heb wel precies gewoon gekeken. Ja, precies. Oké. Okay. Goed, dat was het voor deze week. Dankjewel Marcel, ja, en ik hoop jou volgende week weer te spreken. Ongetwijfeld. Met een nieuwe update. Yes, tot dan. Hoop ook over Games Team trouwens, volgende week. Laat het hopen.